werd gestuurd en we landen scheef, dus het ging echt... En toen... What is up, folks of the internet? Yeah, that's right, my name is Kjabjan. Goedemiddag, goedenavond, dag mensen. Hallo! Wordt een beetje donker hier, maar dat geeft niet. Ik heb een soort van mes in mijn keel voor mijn gevoel. Ik ben heel ziek. Laat ik het daarop houden. Waarom ben ik de afgelopen tijd zo ziek? I don't fucking get it. I don't fucking get it. What I do get is that this is a mop button paprika. Look at it go. It's red. It's fresh. It's new. That's right. It's also a beetje verrot hier, though. Ja, dit is een beetje verrot. I like the style of that. Mensen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. Kelvog op je beeldscherm. Mensen begrijpen het niet misschien, maar YouTubers moeten natuurlijk altijd gewoon filmpjes blijven maken. Dus zelfs als je ziek bent, moet gewoon door. Fuck it, let's go, let's fucking go. Ik had vandaag niet heel erg veel zin om een video te bedenken, dus toen dacht ik, ach weet je wat, ik doe wel gewoon Q&A. Even heel eerlijk met jullie. Ik kan me wel een verhaaltje bedenken van, oké, ik wil graag dat jullie me beter leren kennen. Maar dat is niet wat ik ga vandaag gaan doen. Ik dacht, weet je wat, ik ga me gewoon vragen. I got the answer to any question. Jullie hebben allemaal massaal vragen ingestuurd via sociale media, bam! Calvin, dat is mijn sociale media. Ja, Twitter, Instagram, niet YouTube, nee. En Snapchat. Jullie hebben allemaal vragen ingestuurd. Die vraagjes ga ik vandaag behandelen. Dus vergeet niet een duimpje omhoog te geven op deze video. Als deze video 50.000 duimpjes haalt, ja, dan ben ik klaar. Want dat gebeurt toch nooit. Vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal trouwens. Voor extra paprika's, let's go. Als je nog maar één keer op vakantie zou mogen gaan, waar zou je dan naartoe gaan? Ik zou denk ik naar, misschien zou ik wel naar Bali gaan of zo. Of gewoon ergens waar je het gevoel hebt alsof je gewoon echt op een andere wereld bent. Klaar. Ik zou niet gewoon naar Claire. Classic ass. Doe maar all inclusive Turkije. Dat vind ik lekker. Als je nog één keer op vakantie mag gaan, ga dan zeg maar all the way. Ga dan naar de... Ik wil naar de Noordpool. Ik ga naar de Noordpool. Als ik nog één keer op vakantie mag gaan, mag ik naar de Noordpool. Moeilijke vraag. Wat zit er in je koelkast? Ik ga het meest random uit mijn koelkast pakken. Komt ie. Allemaal dingen die overdatum zijn. Ik kom er nu pas achter dat gewoon een hele koelkast vol zit. Bakjes zoals dit. En het enige wat dat is, verse roomkaas met kruiden. Oftewel kruidenboter. Kruidenboter met knoflook. Nog een keer kruidenboter met knoflook. Kruidenboter, romig en zacht. Waarom heb ik in godsnaam zoveel kruidenboter? En dit is niet eens... Dit is niet eens van de hele koelkast. Dit is van één plank. Ik maak geen grappen met jullie. Ik zal je trouwens eventjes de houdbaarheidsdatum doorgeven. 7 september 2016. Dat is overdatum. 31 mei 2016. Overdatum. 7 februari 2016. Overdatum. 5 september 2016. Overdatum. Dus ja, wat dat betreft... Ik ben niet echt een ster als het gaat om koelkast. Daarnaast heb ik ook veel paprika's in mijn koelkast liggen, uiteraard. Liever met je lijf vol sneetjes in een bad met citroensap of met een tandenstoker onder je teennagel tegen de muur trappen. Oh boy! Dit is next level cringe-worthy vragen. Dit is gewoon... Probeer even in te beseffen. Of met allemaal sneetjes in een bad met citroenzuur. Of met citroen... Wat? Met citroensap. Ik zou gaan... Oh boy. Ik denk er gewoon te hard over na. Ik zou gaan voor de tandenstoker. En waarom? Dat is één dingetje. In één keer dan lig je nagel er misschien af of dan is het kapot. Ja, tuurlijk, dat doet even pijn. Als je je hele lijf vol met kleine sneetjes, die sneetjes blijven gewoon een paar dagen zitten. Die pijn is gewoon één dingetje en dan blijft misschien wel een paar weken zitten, maar het is één teen. That's right, that's the answer to life's questions, you know? Wat zou je in carrière als filmmaker nog heel graag willen bereiken? Naast de bioscoopfilm dan. Ja, ik weet dat Peter en ik altijd beweren dat we een bioscoopfilm gaan maken. En we gaan het ook doen. We zijn echt mee bezig. Kost gewoon veel tijd. Wat ik als filmmaker nog graag zou willen bereiken... Ik wil gewoon een groot bedrijf bouwen. Een bedrijf wat content maakt van een bepaald level. En ik wil dat er een gebouw staat waarop staat Cinemates Entertainment. Of Cinemates Studios. Of what the fuck dan ook. Snap je? En dat daarin wordt gemaakt. Je komt daar binnen. Productiemensen lopen om de oren. Er worden gesprekken gevoerd. Er worden ideeën bedacht. Er wordt uitgevoerd. Dat wil ik. En met Cinemates Studios in Amsterdam hebben we dat nu al een beetje. Maar ik zou het graag nog groter willen. Nog professioneler. Dat is wat ik graag wil. Daarnaast lijkt het me ook sick om eens een keer een serie te maken. Een soort van Netflix-achtige serie. Want series zijn sick. Daar komt de naam serie ook vandaan. Sickie. Serie. Ik heb het gevoel dat ik iets moet doen aan mijn humor. Als je naam zou moeten veranderen, welke naam kies je dan en waarom? Zou ik het veranderen naar Calvin? Dat lijkt me zo sick. Dan ben ik als een van de weinige mensen in de hele wereld de persoon die op alle social media zijn eigen naam heeft. Gewoon alleen de voornaam. Dat is toch sick? Dan zou ik mezelf gewoon Calvin noemen. Als je gevraagd werd voor Robinson of Wie is de Mol, zou je dan meedoen? Waarom wel niet? Ja, ik zou zeker meedoen. Yo, mensen van Wie is de Mol. Kijkers, hallo. Ik ga jullie iets vragen. Ga alsjeblieft naar Twitter. Doe tweet naar @expeditierobrtl of @wieisdemol dat Calvin wil meedoen. Het lijkt me gewoon fucking leuk. Het lijkt me serieus fucking leuk. En ik vind mezelf best wel goed. Wow. Wow, dat kwam er echt heel arrogant uit. Ik zou best een goede kandidaat kunnen zijn. Dat denk ik serieus. Ik heb best wel wat in huis als het gaat om...
Are you serious? En ik kan best wel een beetje strategisch nadenken. Dus ik zou voor beide shows, zou ik wel een kandidaat kunnen zijn. En ik zou het ook wel doen, waarschijnlijk voor een euro. Wat was je grootste droom toen je nog kind was? Ik wou dierentuinverzorger worden. En ik wou graag naar New York. Beide zijn niet gelukt. New York wil ik echt nog heel graag heen. Alleen ik stel het gewoon een beetje uit. Van oké, er komt een moment. Er komt een moment waarop ik het echt helemaal ga doen. Dierentuinverzorger, dat was een soort van gewoon geromantiseerd beeld. Van dan kan ik chillen met olifanten. Maar ik denk niet dat het nog iets gaat worden. Liever tomatensoep of kippensoep? Tomatensoep! Ja! Ik vind kippensoep niet zo heel erg lekker. Tomatensoep is zo fucking lekker. Chinese tomatensoep, groente tomatensoep, dikke tomatensoep, groene tomatensoep, tomatensoep, paprika tomatensoep. Allemaal lekker. Wat voor drinken zit er eigenlijk in jullie beker bij podcast? Hetzelfde als wat hierin zit. Hier zit vodka in. Nee, water. Altijd. Ik heb normaal water, Peter heeft prikwater. Soms heb ik er koffie in, maar dat verschilt. Wat is het gevaarlijkste wat je hebt gedaan? Nou, ik weet wel een van de gevaarlijkste momenten die ik ooit heb gehad. Samen met Quinten, dat is een mattie van mij, zijn we eens een keer gaan rijden in een auto. En ik ga niet zeggen welke auto. Ik weet niet of Quinten daar zo blij van wordt. Maar die auto, die kon nogal hard. Het was een auto waarin als je hard rijdt, dat je het dan niet voelde. Dus je reed op een gegeven moment gewoon 180 en je voelde niet dat je 180 reed. Het voelde gewoon of je 100 reed. En Quinten had zijn rijbewijs en wij gingen samen de stad in rijden. En op een gegeven moment waren we op een weggetje en Quinten ging keihard. Echt keihard. Toen kwam er een hobbel in de weg en ik wist dat die hobbel daar zat. Maar ik dacht, we zijn er nog niet. En het was donker en shit. Dus wij rijden keihard op die hobbel af. Best wel een dure auto. Die hobbel kwam en we reden echt hard. En in één keer... We vlogen gewoon. Ik heb airtime gemaakt in een auto. Dat is geen grap. Ik heb airtime gemaakt in een auto. En het was zo ziek. Het was zo fucking ziek. En we reden en over die heuvel heen. En we vlogen. Echt, we vlogen gewoon. Echt een volle seconde, denk ik. Als we dan slow motion zou afspelen, zou het echt zijn... No. En dan was ik gewoon... En we landen met de wielen scheef. Dus werd gestuurd en we landen scheef. Dus het ging echt... En toen... En ik zat... En Quinten stopte de auto. En we waren niet dood. Het was zo fucking mooi. We hadden echt bijna dood kunnen zijn. Het had zo fout kunnen gaan. Dus niet auto's stelen. That's all I can say. Hoe gaat het met Gaston de Hand? Sick. Yo, er zijn zoveel kijkers die het niet weten, hè. Als je weet wie Gaston de Hand is, laat het in de comments weten. Ik wil het echt fucking graag weten. Gaston de Hand was de boy die mij hielp. Op het moment dat ik bij de Kelvlogs gewoon iets nodig had, dan kwam er een hand zo van de zijkant binnenop. Oké, en dan gaf hij me wat en dat was mooi. Dat was Gaston. Gaston is overleden helaas. Sorry, daarom is hij er niet meer bij. Wat is de status van het kanaal Cinemates op dit moment? Ja! Dat zijn vragen is waar ik antwoord op moet geven. En want dat ben ik jullie verschuldigd. Wat ik dus zeg, we zijn bezig met het maken van een bioscoopfilm. En dat betekent dat daar heel veel werk in gaat zitten. En dan moeten wij kiezen. Of we maken video's op Cinemates, of we maken de bioscoopfilm. En voor ons is het vrij duidelijk van oké, we willen de bioscoopfilm maken. We willen ook wel Cinemates video's maken, maar we hebben natuurlijk maar 24 uur in een dag. En ik doe ook dit kanaal, we hebben podcast en allerlei andere projecten lopen. En we doen natuurlijk Feed Festival en alles dat eromheen. En op het moment dat we nu ook zouden zeggen, we gaan nog Cinemates video's maken, dan krijgen we te druk en dan worden de video's niet leuk. Dus, de status van het Cinemates kanaal is dat het dood is. Het is gewoon een beetje bewusteloos. Meer grip op die film, dan komen er wel video's. We hebben wel zin om meer video's te maken, we moeten alleen even de drive weer terugvinden. Hoe is je paprika-obsessie begonnen? Mijn paprika-obsessie is begonnen... Nee, ik was in Aruba en toen was ik in de supermarkt daar en we hadden wat boodschappen gedaan, Nina en ik. Toen kwam ik thuis en toen pakte ik het supermarktzak, zeg maar, uit de tas. En toen dacht ik, wat is dit voor fantastisch rood ding? Ik heb zin om dit nu zo te doen. Kwam ik erachter dat een paprika gewoon fucking lekker is. But I like it. So it's my thing. Wat is jouw tip voor mensen die niet weten welke opleiding ze moeten doen? Als ik jou was, zou ik gewoon iets kiezen. Niet langer voor je uitschuiven, niet langer uitstellen. Ik heb het ook hetzelfde gedaan. Ik heb ervoor gekozen om niet te gaan studeren. Ah, ik was in de situatie waarin ik natuurlijk al YouTube had. En daar kwam, dat kwam geld uit. Dus ik kon voor mezelf zorgen en weet ik wat dan wel. Dus dat was een andere situatie. Maar mocht je nou niks hebben of een bijbaantje en je moet een studie kiezen, kies iets. En als je uiteindelijk na een week weet dat je het niet leuk vindt, dan stop je ermee. Maar dan weet je in ieder geval dat je dat niet leuk vindt. Dat kun je dan afstrepen. Mensen zijn heel geneigd om echt te denken, oké, ik wil alleen de juiste keuze maken. Als je het eerst 10 keer de verkeerde keuze maakt, dan weet je dat je 10 keer die 10 dingen niet leuk vindt. Maar dan weet je wel uiteindelijk hoe je iets anders leuk vindt. Wees gewoon eerlijk tegen jezelf en ook tegen de mensen om je heen, tegen je ouders. Van joh, als ik dit niet leuk vind, dan ga ik het ook gewoon zeggen. Dan ga ik er ook mee stoppen. Want daarom doe ik dit niet. Snap je? Welke 3 emoties beschrijven jou het meest? Deze 3 emoties. Ben je skeer? Nee, wat ik wel ben... Skeer. Skier. Wat vind jij van dat het nog maar een paar maanden tot kerst is? Yeah, boy!
Ik ben echt altijd super excited over kerst. Ik heb al een trui aan. Ik vind het gewoon jammer als ik geen trui aan kan. I don't even like t-shirt. Wat is de slechtste film die je ooit hebt gezien? Ik weet niet eens wat de slechtste. Ik heb heel veel slechte films gezien in mijn leven. Weet je wat het vaak is? Ik kijk slechte films nooit uit. Als ik een uur lang een film zie waarvan ik denk, ja, nee, maar dit is zo kut, dan loop ik gewoon weg. Dan zet ik of de tv uit of ik loop uit de bioscoop. I don't give a shit. Ik heb genoeg van die romantische comedies gezien die ik zo kut vond. Wat was je eerste concert? Kanye West en Jay-Z. Ik vond het zo sick. Ik vond het echt wow. Ik weet nog wel dat mijn Beats by Dre gejat waren na dat concert. En het boeide me geen reet. Het boeide me echt niks. Want ik had zo'n mooi concert gehad in de waas van Kanye en Jay-Z. Het was zo fucking mooi. Hoeveel alcohol drink je ongeveer in een maand? Zo, dat vind ik een goeie. Kijk, in de zomer drink ik relatief veel alcohol, denk ik. Dus gewoon best wel wat biertjes. Omdat je vaak op het terras zit en aan het chillen bent. En als het lekker weer is, ja, dan boeien, weet je. Maar nu dat ik een rijbewijs heb, drink ik aanzienlijk minder. Dat merk ik serieus. Ik denk dat ik ongeveer 2 alcohol per maand drink. Nee, ik heb geen idee hoe je dat überhaupt moet uitdrukken. Per maand wel ongeveer hetgeen drink wat gelijk staat aan het alcohol wat zit in wel 20 biertjes, denk ik. Maar dat betekent niet dat ik 20 bier drink, hè. Maar als je 1 vodka drinkt, dan is dat ook al een paar biertjes of zo. Dus I don't even know. Ongezond normaal. Snap je? Ga je ooit een tattoo nemen? Ja! Ik wil een tattoo. Ik wil echt een tattoo. Ik wil graag op mijn arm, hiero, wil ik een baksteen. Waarom dan een baksteen dan? Waarom? Ik wil een baksteen als tatoeage, want het staat gewoon voor zoveel mooie dingen. Een baksteen is eigenlijk een metafoor voor alles. Je moet als je bijvoorbeeld een relatieniveau, of je bent een huis aan het bouwen, even heel letterlijk, of je bent een bedrijf aan het bouwen, of je bent een YouTube kanaal aan het starten. Het is allemaal opgebouwd uit allemaal bakstenen. En uiteindelijk zorgt het ervoor dat als je genoeg bakstenen hebt en ze precies goed neerlegt en mooi maakt, dat je dan een muur hebt. En dan heb je in één keer een muur. En als je nog harder doorwerkt en nog meer beter je best doet, en ook al duurt het 10 jaar of 20 jaar, heb je gewoon een huis. En dan staat het als een huis. Klaar. En daar ben ik gewoon gefascineerd door. Dat als ik vandaag iets doe, dan betekent niet dat ik meteen een huis heb. Maar dat is een bouwsteen, een stukje van. Snap je? Deze video is een stukje van het kanaal. Deze video is een stukje van het waarmaken van mijn droom. Deze video is een stukje van mijn leven. Ik ben super spiritueel bezig. Maar dat is waarom ik een baksteen wil. En als je dan afvraagt wat voor baksteen, gewoon zo'n baksteen. Gewoon iets als dit. Kan je de hele paprika in één keer in je mond doen? Zo ja, doe het. Bah. Kijk, ik heb hier al aan gegeten, dus ik heb geen andere meer. Nee. Als er nu een gele paprika naar je video zou kijken, wat zou je dan tegen hem zeggen? Rot op! Vuile! Schaf uit! Ga weg! Met je gele hoofd! En neem je oranje vriend met je mee. En je groene vriend ook. Je hoort hier niet thuis. Bitch. Word feed epic. Feed keihard. We zijn nog maar met 1 punt voor. Hij geeft in zijn nek. Prek! Prek! Peter laat zeggen die met zich zollen. Boei! Poep! Poep! Ik zei poep!